Henk, je zei van tevoren al Eindhoven een stugge, maar prima ploeg. Maar hebben we onszelf tekort gedaan vandaag? Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel. We hebben op 2-1 gewoon de kansen gehad om 3-1-4 in te maken. En daar hebben we onszelf tekort in gedaan. En we krijgen de goals wel heel simpel tegen. Zij spelen heel verdedigend. Echt, ja, je speelt gewoon tegen een profclub en dan moet je doorheen voetballen. Dat is best lastig. Dan moet je geduld hebben. En vaak zijn dit soort wedstrijden voor, de, voor het publiek is weinig aan. Hè? Maar het is niet omdat wij niet willen. Dat heeft ook met een tegenstander te maken. En ik vond toen aan de bal goed spelen. Dus ze waren, we konden ook niet alles opengooien, want dan waren zij heel gevaarlijk. Dus uh, het is gewoon een prima tegenstander uh, waar je tegen speelt. Dat hebben ze goed voor elkaar. Alleen wij hebben de kansen gehad uh, om het af te maken en dat moet je ook doen. Meestal uh, wachten wij uh, op iemand die uitstapt, maar die kwam eigenlijk bijna niet eens. Uh, ja, hoe moeilijk is het dan om daar doorheen te spelen? Nou, ik denk het, tweede, het ligt ook aan, aan het voorzet. Hoe komt die? Dat zie je ook, hè? Hoe die, die bal die binnenvalt. Maar uh, vaak is het te hard. Hè? Uh, je moet over de zijkant. Centraal staat dicht. Uh, dat zijn dingetjes. Hoe, hoe staat het dan voor de goal? Nou, dat, we, we hebben de kansen nogmaals gehad, maar het stond niet altijd goed. Of de bal was net niet goed. En dat zie je eigenlijk al vanaf het begin van de wedstrijd. Dat is eigenlijk zonde. Het is gewoon heel lastig voetballassen met elf man uh, uh, zo ver naar achter staan en dan moet je soms kiezen voor een snelle voorzet of uh, uh, dan moet je ook een beetje gokken op tweede ballen. Ik denk dat we dat uh, best wel aardig hebben gedaan. Ik snap dat het voor het publiek uh, niet de leukste wedstrijd was, uh, maar goed, uh, ja, wat ik net al zei, uh, ik denk dat we de 3-1 hadden moeten maken uh, en dan uh, denk ik dat je de wedstrijd uh, beslist. Uh, dat mocht uh, vandaag niet zo zijn. En... Ik denk dat we elkaar misschien daarin uh, wat meer hadden kunnen gunnen vandaag. tempo uh, was misschien ook wat te laag in de eerste helft. Dat leek tweede helft wel wat beter. Was dat dan ook de afspraken uh, die jullie met z'n allen hadden gemaakt? Ja, zeker. De uh, eerste helft, uh, ik snap dat het zo leek, hè, dat het tempo niet uh, hoog genoeg was. Alleen uh, soms ben je ook een beetje aan het zoeken van uh, als je de bal houdt, stappen ze uit, wat doen ze. Uh, maar zeker eens, uh, tweede helft uh, gingen we wat sneller van kan naar kan, denk ik. En uh, dan zie je dat zij het ook moeilijk kregen. Uh, dus ja, dat, dat hebben we dan wel goed gedaan, maar uh, ja, niet genoeg. Nee. Jij maakte uh, dan de dan 2-1. Vond ik zelf een hele mooie goal, uh, goed teruggelegd van, uh, van Roberts. En dan verzuimen jullie eigenlijk daarna de wedstrijd te beslissen. Is dat het verhaal? Ja, dat uh, is ook okay, wel uh, wat ik net ook al zei. Uh, uh, je hebt, uh, je hebt, maakt dan de 2-1 en dan heb je nog één kansje nodig. En die moet je eigenlijk, hoe uh, uh, zeg je dat, killen. Uh, en dan kun je de wedstrijd winnen. Maar uh, ja, helaas uh, hebben we dat niet gedaan. We doen het best wel aardig. We doen het best wel, aardig, maar net niet goed op de man, of voor de man, hè, dat het sneller kan. Uh, ja, en, en, en ik vond, kijk, we kregen ook een beetje, vaak is dat, dat, dat proeft een stadion ook, het wordt stiller. Maar dan zie je in het veld ook dat het stiller wordt. En dat, dat is precies wat een tegenstander wil. Die komen hier dus niet om, om mooi te voetballen. Die denken, ja, laat die 10.000 mensen, uh, dat maakt ons niks uit. En dat is ook terecht, dat mag. En, en als ze dan ook nog goed kunnen voetballen, dan, dan is het lastig. Maar daarin moeten wij zelf rustiger blijven. En dan gaat het gewoon om 1-0 of 2-1. Uh, en, en dan moet je hem over de streep trekken, zo simpel is het. Als ik naar die kopjes keek in de kleedkamer, was iedereen uh, teleurgesteld. En misschien ook wel een beetje gefrustreerd. Dat, uh, dat we niet uh, door hadden gepakt. En dat we eigenlijk uh, een beetje een kut tweede goal tegenkrijgen. Tegen dus uh, ja, gefrustreerd, uh, teleurgesteld. En, uh, en balen, want we hadden denk ik vandaag een hele mooie stap naar boven kunnen zetten. Dus uh, ja, dat maakt het wel zuur. Ja, de concurrentie verspeelt ook allemaal punten en dat is zonde. He, en, uh, en wat we steeds al zeggen, wij, wij draaien mooi mee, we hebben in zeven wedstrijden op lijn niet verloren. Uh, dat vinden we mooi. Maar het is zonde dat we twee punten hebben laten liggen. Want dat, aan het eind telt dat. Daar gaat het om. Nou, dan, moet eventjes, uh, dan, dan moet je ook even kritisch zijn. Dat hoort erbij.